Graag onderbreek ik jullie college even voor een korte boodschap. Jullie zijn net begonnen aan deze masteropleiding tot accountant. En daarmee kiezen jullie voor een beroep dat op veel maatschappelijke belangstelling kan rekenen. Ik merk dat zelf door de vele vragen die leden van de Tweede Kamer over de accountancy aan mij stellen. En die komen dan weer bij het ministerie van Financiën terecht, aangezien wij werken aan de wetgeving rondom het beroep, jullie beroep. En ik ben dan ook blij dat ik vandaag de kans krijg om jullie kort toe te spreken. Jullie hebben waarschijnlijk mede voor deze opleiding gekozen omdat jullie goed zijn in het oplossen van cijfermatige vraagstukken en dat ook leuk vinden. Als jullie straks de arbeidsmarkt betreden, dan zal het van groot maatschappelijk belang zijn dat jullie op de juiste wijze met die vraagstukken omgaan. In de goedkeurende verklaring van een accountant wordt immers veel vertrouwen gesteld. Bijvoorbeeld door de controlecliënt zelf, zijn werknemers, investeerders en de overheid. En om die reden wordt van oudsher gezegd dat de accountant vertrouwensman van het maatschappelijke verkeer is. En daar ligt ook het verschil met de meeste andere beroepen, waarbij de klant vaak min of meer de enige belanghebbende is. En dit betekent dat je later in de praktijk situaties kan tegenkomen waarin het maatschappelijk belang voor moet gaan. Voor op het belang van jouw cliënt. En dat vraagt een rechte rug. Begin dit jaar is door mij de commissie Toekomst Accountancy Sector ingesteld die onderzoek doet naar de kwaliteit van de accountancy sector. De kwaliteit is al enige tijd een punt van debat. In haar definitieve rapport zal de commissie haar aanbevelingen geven. En hiermee wil het kabinet, aan de kwaliteit in de toekomst blijven werken. Jullie als nieuwe generatie gaan de accountancy sector van de toekomst vormgeven. En ik vertrouw erop dat jullie daarbij het publieke belang altijd in het oog zullen hebben. Zo kan je plezier in je werk combineren met positieve maatschappelijke impact. En ik heb ook alvast een verzoek voor als je straks aan het werk gaat. Wees en blijf kritisch. Bevraag elkaar. Bevraag je meest ervaren collega's ook naar ongeschreven regels en gebruiken. Hou die frisse blik, dan heb ik er alle vertrouwen in dat jullie en de sector een mooie toekomst tegemoet gaan. Voor nu wens ik jullie heel veel succes en heel veel plezier bij je studie.